context van droogdesign deden wij een project Dry Tech. En we onderzochten de composietmaterialen. En wat al vrij snel duidelijk was, dat de materialen werden meestal gebruikt in weefsels en daar werden platen van gemaakt. Maar de lol van dat materiaal was eigenlijk dat het textiel was, dat het vezels waren. En dat je daar dus ook een touw van kon maken. En nou, ik had al snel bedacht dat ik een stoel wilde maken. Nou, wat je dan dus kan doen, een lichtgewicht ding maken. En dus moet je het materiaal alleen daar stoppen waar je het nodig hebt en niet waar je het niet nodig hebt. En ja, ik wilde geen weefsel maken, maar met touw werken. Dus eigenlijk was het al snel logisch om een soort space frame te maken. Macramee leek dan een leuke manier van knopen, want dat deed niemand natuurlijk, want het was gewoon echt heel erg fout. Dus ik kocht zo van die boekjes, tussen de porno vond je dan wat boekjes over macramee knopen. Dus toen ben ik gaan knopen en uiteindelijk een touw moeten ontwikkelen. Wat gewoon knoopbaar was, sterk was. Dus we maakten uiteindelijk na heel veel testen een touw van carbon aan de binnenkant en aramide eromheen. Dat werd gemaakt hier ergens in een touwslagerij. En maakten we een stoel die eigenlijk heel veel decoratiever was en een heel andere look en feel had dan wat er op dat moment gemaakt werd. Het bijzondere was natuurlijk dat wel als je dat touw impregneerde, en dan moest je het in een vorm krijgen. Als je het in een vorm zou zetten, in een mal of zo, dan kreeg je eigenlijk allemaal scherpe puntjes daar waar de mal eigenlijk aansluit op de epoxy. Dus ik al snel had gezegd, we moeten eigenlijk een product maken zonder een mal. Dus we moeten hem eigenlijk gaan ophangen als een soort netje. En dus die zwaartekracht, die moest ingebouwd worden. En uiteindelijk, zoals Gaudi zijn modellen maakt, zo maakten wij de productie echt door. Je ziet hier die basisdraden, die gaan naar een houten frame. En dan daarin hangt dan dit net en dit worden dan aangetrokken. Dus je hebt een model dat eigenlijk helemaal hier aan de buitenkant vast zit. En zo uit het rekje komt. Ja, en we maakten daarmee een stoel die eigenlijk zo bijzonder was. Het is natuurlijk een heel interessant technisch verhaal, maar wat eigenlijk zo leuk is dat die stoel visueel zo anders is en tactiel zo anders is. Dus, ik weet wel dat ik de eerste stoel die in Milaan stond, die had ik zo opgehangen, zo op de grond en dan hier zo. Ik wist echt niet of je erin kon zitten. Ik had maar één prototype, dus ik dacht van, zorg dat die niet kapot gaat in Milaan. En na Milaan gingen we testen en het beter maken. En toen kregen we het uiteindelijk wel goed voor elkaar. Kijk, voor mij is die textiel is heel interessant. Hè? Want textiel heeft natuurlijk voor ontwerpers is het een beetje moeilijk materiaal, omdat je niet kan tekenen. Je moet het echt maken. Maar textiel is natuurlijk het heeft een complexiteit, omdat alles wat hierin zit ook van wezenlijk belang is. Het meeste wat je als ontwerper doet is maak je tekeningen, maar uiteindelijk dit is echt, het is niet getekend. Het is gewoon gebouwd, gemaakt, gecraft.